Zo, nou jongens, jullie kennen mij hopelijk. Uit de Karsen. We rijden met het verkeerde merk snel weg. We zitten hier bij BMW Dealer Dubbelstein. Ja. Maar ja, dit is wel een leuke Audi. Dit is een hele leuke, leuke Audi. En jij bent, hoe heet je? Ik ben Lucas, Lucas Boer. Okay. Kom uit Rotterdam. Thuiswedstrijd. Ja, nou, ik werk in Rotterdam, woon net onder Rotterdam, Spijkenissen. Okay. Ah ja, oké. Okay. Dus, ja, 20 minuutjes. Ja, ja, ja. Ik ben opgegroeid in Brielen, dus ik ken Spijkenissen al te goed. Nou ja, al te goed. Eigenlijk sloeg je dat altijd over als je uit Brielen dan ging met de bus en dan met de metro snel door naar Rotterdam. Ja, dat is misschien nog steeds wel. Maar jij woont er. Ik woon er, ja. Ik had geen keuze. Oh, oké. Okay. Ah ja. Oh, nee, flauw. Kan er natuurlijk prachtig wonen. Maar kan wel mooi wonen. Ja, dus en we zitten in een RS3. Ja, wel bekende. Was jij, moest het een RS3 worden? Wat, Nee, ja, ja, dit is de oude RS3 van Boas. Joh, ja, die ken ik. Ja, tuurlijk. Nu ik die kleur denk, ja. Ja, Boas, nee, met de nieuwe RS3 was hij er ook bij. Je krijgt ook de groeten van hem. Oh, nou, groet terug, Boas! Yeah. Oh, wat lachen. Oh, geinig, joh. Nou ja, weet je, soms valt het kwartje wat langer. Ik ben niet zo, ik zie er slim uit, maar ik ben er helemaal niet. Ik zie er ook sportief uit. Dat ben ik op zich weer wel, maar nee. Oh, lachen. Oh, leuk, joh. Nou, ja. Oké, okay, maar ik onderbreek je in verhaal. Ga verder. Nou ja, hij was van plan deze weg te doen toen. En de kleppen staan dicht. Oké, en hoe zet ik die open? Auto, waar neem ik? Nu zijn ze open. Ah, oké. Okay. Dat is een kwaaltje van Audi, hè? Als je hem zo start gaat, dan blijven ze dicht. Yeah. Nee, hij wilde er vanaf. Ik kwam hem op een gegeven moment een keer tegen, doordat ik een kast bij hem in zijn kantoor gemaakt heb. Oh, god. En zo gezegd, zo gedaan, een keer meegereden met een rit. Ja. Yeah. En nu rijd ik al bijna een jaar in zijn auto. Ja, ja. Mijn auto. Ja, 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 precies. Ja, grappig, joh. Ja, heel leuk. Hoe, ja. How things can go. Ja, kleine wereld. Ja, ja. Maar, en wat reed je hiervoor dan? Niks. Niks? Nee, dit is mijn eerste auto. Je eerste auto? Ja. We vinden je wel een beetje een lul nu, hè? Ja, dat dit snap jouw ik. Eerste auto is. Ja, ja. Van mijn fiets naar dit. Ja, ja, ja. Ja, nee, ik had wel een bus voor mijn werk. Ja. Uiteraard. Ik bedoel, ik moet gewoon van A naar B komen. En, ja. Maar nee, qua personenauto-achtig, dit is mijn eerste. Die eerste auto, gewoon meteen een RS3. Ja. Ja. 428 pk. Ja, want hij is ook nog een beetje geholpen. Ja, ja, ja. Het is ook bijna niet te zien. Nee, het is wel te zien aan deze. Hey, dus, maar hij was al die kleur en zo natuurlijk. Hij was al die kleur. Ja. Ik heb alleen hoe heet het? Katalysator leeg laten maken. Ah, oké. Zij maakt nu dus, nog wat meer herrie. Dus we zullen gas kunnen geven. De originele Audi kleppen zitten er gewoon tussen. Yeah. Het eindstuk, zeg maar, is origineel Audi. Dus als je in een comfort wil rijden, dan hoor je dus dit niet. Nee. Kan je gewoon is het eigenlijk gewoon een A3. Yeah. En dus dat is ook wel. Soms is dat wel fijn als je een lang stuk moet rijden. Yeah. Maar rij jij er veel in? Of rij je, want je rijdt ook een bus van de zaak, zeg maar. Ja, dat. Dit is mijn eigen bedrijf. Oké. Okay. Hoe zeg je dat? Het is, door de week rij ik in mijn bus. Ja. Als een van de jongens mijn bus nodig hebt, dan rij ik gewoon in dit. Dus het is, hoe kan je dat zeggen? Maar net niet daily. Net niet daily. Zo grappig. Ik hoor nu een soort jamberstem in het. Door de week rijdt hij in een bestelbus op mijn weekend. Gaat hij helemaal los in zijn eigen. Ja, het gaat alleen maar los in de Audi. Dat is ook weer. Wat me altijd weer in een RS3 denk ik, oh mijn god, dit is zo snel. Dit gaat zo makkelijk. Niet normaal, ja. En ik ben heel enthousiast over heel veel auto's, maar RS3 en ook een motorblok is natuurlijk echt gewoon geweldig. Vijf cilinder, dat blijft zo mooi. Hier, luisteren. Klap in de uitlaat. Ja, als je dan terugschakelt, dan komen er soms klappen uit. Dus echt, het verbaast elke keer. Ja, hè? Er staat externe audiobron. Ah, dat klopt. Ja. Achterin en uitlaat. Achterin. Heerlijk. Jee. Nee, het is echt fantastisch. Ja. Yeah. Maar je gaat dan van een fiets naar een Audi RS3. Nou, ik heb hem natuurlijk gewoon gekocht ook als marketing. Dit is één grote Instagram kanon. Ja, ja, dat snap ik. Yeah. Ja. Ja. Gewoon 55.000 volgers. Dus het is gewoon, dat is heel bekend. Meer dan ik.
Grappig. Leuk. Nee, en wat, want, nou ja, voor je bedrijf dan, denk ik? Onder andere, ja, ja. En ik deed hiervoor ook mijn achteruitvuren. En okay. Ik kwam op bijna elk... blijft hij toch vallig? Ja. Dat is fantastisch. Nee, ik rijd bijna met elk ritje rijd ik wel mee. Okay. Elk weekend. Yeah. Soms sla ik wel eens wat over, maar... de meest bekende afgelopen weekend, Day One. Ja, ja, daar stond hij ook gewoon. Ja, oké. Dus dat, je wordt gewoon herkend overal. Ja, het valt wel op. Ja, natuurlijk. Je kan je niet meer normaal mee door de stad, want iedereen ziet. Ja, als ik zeg maar van Spijkenissen naar Heenvliet rij, daar woont dan mijn vriendin. Ja. Dan ben ik onderweg. Ik heb ook nog een keer een vriendin gehad in Heenvliet. Oh, we hebben wel heel veel. En ik heb natuurlijk ook een opvallende Audi gehad, ik weet niet of twee, maar ik heb een S4 in het geel gehad. Oh nee, dat is wel een paar weken geleden. Trek zo snel door. Ja, dit is echt, godsleren, slecht voor de rijwijs. Ja, dat maar, wel. Nee, dan word ik onderweg word ik gewoon 20 tot 25 keer gespot door mensen. Zo. En ik kan niet onzichtbaar ergens heen rijden, maar goed. Nee. Daar kies ik voor. Ja, dat is waar. Maar ja, dat is gewoon alleen maar leuk. Een bijvrouw erbij hebben of zo, dan wordt het lastig. Hè? Dan moet je door een andere auto. Dan heb ik mijn bus. Ja, als je in het weekend opeens met je bus weggaat, dan moet je er niet denken van, wat is er aan de hand? Hé, ik moet iemand helpen verhuizen. Een kast gemaakt, zei je? Wat doe je dan? Ik heb een interieurbouwbedrijf, ik maak maatwerk. Okay. Lucas Boer interieurbouw. Het is in deze tijd heel erg leuk om gewoon mensen te helpen met maatwerk. En het wordt eigenlijk steeds meer en steeds grotere klussen en steeds meer mensen. En ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. En ik vind het eigenlijk het leukste om mensen blij te maken met iets wat ik met mijn handen kan doen. Ja, nou, dus ik eigenlijk ben ik altijd wel jaloers op mensen die echt iets kunnen. Ik kan alleen maar een beetje ouwe hoeren. En ik doe ook nog Excel sheets invullen en zo voor automobiel. Ook nog dat soort dingen. Nee, maar ik vind dat wel knap als iemand gewoon echt iets moois kan maken. Ja, dan denk ik ja. altijd van, nou, dat zou ik ook wel willen kunnen. Nou ja, ik ben daar best wel bekend. En dat komt ook mede door deze auto. Ja. Best wel bekende. YouTubers geweest bij Tom. Binnenkort bij Enzo Knol. Oké. Dus ik wil misschien ook nog een kast laten maken. En dan ben je ook nog bij die gast van Autoblog gegaan. Ah, nou ja, wees welkom. Ja, lachen. Nee, leuk joh. En ik bedoel, wat bouw je? Ik bedoel, interieur, maar nou ja, kasten. Alles maatwerk, dus als jij een tv-meubel zoekt hebben iets niet in de winkel, dan maak ik hem voor je. Yeah. Maar ook, en dat is wel mijn core business, schuifdeuren. Ja, ik denk dat er gaan 2 tot 3 schuifdeurkasten per week weg. Oké. Okay. En inloopkasten heel veel. Ja. Dus dat... Dat vertellen maar... we niet tegen mijn vrouw dat jij inloopkasten kan maken. Oh, oké. Nee, ze hebben geen ruimte voor thuis. Oké, cool. Dus dat, En maak jij het dan helemaal zelf? Nou, ik kom bij jou thuis. Yeah. Of jij komt bij mij aan de zaak. Yeah. Dat kan ook. En dan bespreken we eigenlijk wat jouw wensen zijn. Yeah. Wat je zou willen. En dan gaan we samen kijken naar de materiaalkeuze. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk wel persoonlijk. Ja. Ik kan je daarin ondersteunen, maar uiteindelijk zou je de keuze zelf moeten maken. Ja. En dan maak ik een 3D-ontwerp voor je. Okay. Die tekenen we. En dan proberen we eigenlijk een beetje de kamer na te tekenen in de ruimte waar je komt. Dus het is wel aan te raden dat ik naar jou kom. Ja. En dan is het eigenlijk een 3D-tekening maken. En 9 van de 10 keer is het wel gewoon... in één keer raak als ik die 3D-tekening zeg maar opstuur naar je. Ja, snap ik. Dus dat is op zich ook wel leuk. Er zit een meldertje in, hoor. Oh, ja. We rijden netjes 80 hier natuurlijk. Zo zijn wij. Er zitten ook hobbels in de weg, hoor. Ja, dus ja precies. Je moet af en toe even over hebben. Ja. Nee, dus en het gaat hartstikke goed en het is hartstikke leuk nog steeds. Dus, ja. Ja, fijn. Kijk, zien het. Ja, dit valt echt op. Het is ook door kleur, denk ik ook wel. De kleur en de combinatie van alles. Ja. En het geluid. Ja. Maar dan moet je al een beetje gas geven. Geinig, maar die auto was dus al... Wat is het? Andere flippers en dat was allemaal... Ja, dit was... bij Audi is dit ook niet rood van binnen. Dat is bij de latere RS3. Ja, dat heeft Boas allemaal gedaan. Ik heb echt alleen mijn katalysator leeg gehaald. Omdat ik hem te zachtjes vond. Ja. En...
voor de rest was die echt zo. Ja, geinig. En ik heb dan af en toe wel eens een nieuwe frontlip nodig. Dat is wel, ja, hij is redelijk laag, dus hij is ook verlaagd. Ja. Ja, ik heb dat met mijn eigen auto ook gedaan en denk ja, het is zoveel mooier, maar het is echt zo kut met drempels. Ja. Maar goed. Ik moet bij mij thuis moet ik achteruit mijn oprit oprijden, want anders rijd ik hem volledig aan gort. Ja, bij mij alsnog. En elke keer als ik weer rijd. Ja, het is dus zo fijn. Ja, maar dan denk je, ja, weet je, het is een auto, ik wil hem ook gewoon kunnen gebruiken. Daarom, beetje, dat is ook het belangrijkste, denk ik. Maar je rijdt heel veel ritjes. Ik rijd regelmatig mee met... lachen. Ja. Allemaal even leuk, die ritjes, of vind je de verschillen tussen? Want, nou, wat zijn welke wel, zijn de leukste? Wat zijn de leukste? Nou, je hebt CC Rally, heb je. En je hebt, ja, binnenkort heeft Boas ook een eigen organisatie, zeg maar, met ritjes rijden. Dus misschien is het ook wel leuk om een keer zelf mee te rijden. Ja, zeker. Als je mee mag van Boas. Hij dat is denk streng, ik wel. Ja. Maar nee, dat zijn wel echt leuke. En dan heb je nog Supercars United. Die hebben best wel veel variatie daarin. Ja, klopt. Ja. En ze stellen eisen aan pk's. Ja. Dus. Maar ik rij met eigenlijk alles mee. Ja. Dat is gewoon leuk. Ja, ook dat is marketing en gewoon reclame maken voor je bedrijf. Ja. Ze herkennen je, ze komen met je praten en vervolgens verkoop je 3 kasten in een weekend. Ja. Ja. Geweldig, hè? Dat is echt... Door middel van een auto. Ja. Ongelooflijk. Dat is echt heel leuk. Ja. Wat grappig is, want ik ken ook best veel mensen die zeggen, ja, met deze auto ga ik niet naar de zaak, want dan, ja, weet je wel, dan vinden mensen en dan kan ik niet bij klanten komen en zo. En bij jou is het, ja, bijna niet. Het is niet andersom, maar het helpt je gewoon. Ja. En ik moet eigenlijk zeggen dat als ik bij sommige klanten, ze zullen er altijd tussen zitten hoor, die het niet leuk vinden dat je zo'n auto rijdt. Tuurlijk. Maar soms dan kom ik gewoon in mijn bus aanrijden bij klanten en dan zeggen de man, want 9 van 10 keer weet de man waar ik in rijd, waar is de Audi? Waarom kom je niet met de Audi? Dat kost te veel brandstof. Ja, dit loopt achterlijk hard door. Ja, als je nou terugschakelt en een beetje op het gas drukt, dan gaat hij klappen. Rempeltje. En mogen we weer. Het is wel een van de meest geniale blokken die er gewoon in de afgelopen jaren is gemaakt. Zo mooi, zo mooi. Ik vind het nieuwe type, daar vind ik het geluid net wat anders. Ja, dus met benzine particlefilters gewoon, is gewoon iets rustiger geworden. Ja. Maar, ja, weet je, wat ik daar erg leuk aan vind, is dat die driftmodus heeft. Zo dat je echt zo... Ja, de echte nieuwe. Ja, de echte nieuwe. Ja, die, ik zou niet het hele rijtje hier halen. Dat is wel heel gezellig. Nee, de echte nieuwe. Ja, daar heb ik al een heel klein rondje mogen rijden. Ja. Het prikt wel. Ja. Ja. Maar ik vind deze nog veel te leuk. Ja, dat is ook zo. Hoe lang heb je hem nu? Een jaartje? Nou, net niet. Maar wel bijna. Bijna. Grappig dat het dan zo'n goede marketing tool is. Ja, absoluut. Ik hou er wel van dat het toch van... Ja, het is gewoon... triggert. Ja. En dan zal je denken, ja, je hebt veel kinderen die je volgen, maar die laten het aan de vader en moeder zien. Ja, nee, dat is zo. Nee, dat is... Zo werkt dat gewoon. Ja. Die apen van mij, die komen ook af en toe met dingen, niet met auto's. En dan hoeven ze er niet te komen, dat weet ik zelf wel. Maar gewoon wilt ze naar een film of dit of dat. En dan is het... Waar hebben ze gezien op? Ja, dan denk ik, hoe kom je erbij? Ja, nee, dat is YouTube of Instagram of TikTok. Ja, TikTok is ook natuurlijk, ja. En dan word ik er te oud voor, ik kan het allemaal niet meer volgen. Al die, je hebt zoveel nieuwe dingen tegenwoordig elke keer, dat is echt bizar. Dat is wel mooi, een van de andere deelnemers. Ja, ik had je nog een bericht gestuurd via Instagram, maar daar doe je niet zoveel mee. Ja, daar doe ik niet zoveel mee. Ik krijg gewoon, als ik iets post, het is niet dat ik dan 1000 reacties krijg, maar wel gewoon, die inbox die vult zich gewoon continu. Ja, dus als jij mij wil bereiken, ja, je kan het proberen. En soms ik probeer echt te reageren, maar soms is het ook gewoon stiekem. Instagram kost echt tijd. Ja, zeker. Ja, absoluut. En heb je nog iets van een droomauto dat je zegt, deze heb je nog niet zo lang, maar waar droom je van? Mijn echte droom is een RS4R.
Ja? Ja. Abt. Ja, een Abt. Ja. En die gaat er zeker komen. En waarom? Gewoon fantastisch mooi. Ik vind een RS4 echt fantastisch rijden. Ja, en je ziet ze heel weinig. Nee, klopt. Is het op een of andere manier is het, iedereen gaat meteen naar RS6. Ja, ja. RS3 of RS6. RS4. Dus volgens mij ook wel toen ze van de V8 naar de V6 zijn gegaan, dat er wel mensen zijn afgegaan. Ja, dat klopt wel, ja. Terwijl die motor is natuurlijk feitelijk beter, maar ja, het klinkt niet meer zo. Het is gewoon anders. Een V8 is gewoon veel mooier natuurlijk. Ja. Maar ja, nee, persoonlijk vind ik gewoon dat je echt... Ja, nog net niet doodgegooid wordt met de RS6'en. Nee, ja, klopt. Je ziet ze echt heel rijden. Ja, ja. En dan de helft is omgebouwd door Abt, is een RS6R. En je hebt natuurlijk wel echt een aantal hele mooie tussen. Ja. True. Dit verveelt nooit, hè? Nee, dit is echt erg. En je kan dit de hele dag doen. Dit weggetje is ook gewoon leuk. Ja, hier is echt leuk rijden. Hier hebben we zo uitaxelen. Hoor. Ja, dat is wel hoe nieuwer die auto's zijn, hoe beter die software. En dan en soms wordt het eng. Dit vind ik ook wel leuk hoor, dat die wel, weet je. Hij, je hebt gewoon echt het gevoel nog erbij. Ja. 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 En dit. Ja, leuk. Ja, er komen echt klappen uit soms. Ja. Je hoort het binnen natuurlijk al minder goed dan buiten. Dus ja, het is echt wel asociaal stiekem. Zijn we ook. We kunnen ook normaal rijden, alleen hier kan het gewoon even. En je zit ook in de goede auto ervoor, dus. Ja, daarom. Ja, dat is geweldig. Nou, rij je zelf in? 911. Mooi. En anders. Leuk. Maar ik vind dit ook mooi. RS3, dat blijft. Zeg maar door de motor, maar ook ergens past het niet bij mij, een snelle Audi, omdat het is natuurlijk voorspelbaar, braaf. Je merkt nu een rij, je kan makkelijk vol op het gas en zo. Ja, ja. Ik vind het ook wel leuk als een auto af en toe even iets doet wat niet zo bedoeld is, of een beetje uitbrekt. Gaat kleien. Ja, nou, ja, dat is niet. Nee. Spelen in dat opzicht, dat nee, is met dat, deze dat niet. Maar weet je, qua wat het is. Zeg maar de Uber Hot Hatch. Ja, absoluut. Hyper Hatch, weet ik wel hoe je het moet noemen, maar gewoon echt veel pk's. Ja. Mooi afgewerkt en nog steeds. Ik bedoel, welk bouwjaar is dit? Dit is een 2015 model. 15, weet je, dus het is 7 jaar oud. Ja. En dan nog steeds. Zou je het ziet er zeggen? Gewoon, nee, het ziet er gewoon strak uit. Dat vind ik wel echt goed. Gewoon qua techniek en zo. En als je gas geeft, gaat hij gewoon. Het is echt geweldig. Ja, echt mooi. Maar goed, een Abt RS4R. Die Abt moet je altijd wel nog even daarna chippen. Want die vermogen wat ze opgeven, daar geloof ik niet zo in. Ja, dus, raad je dat aan? Ja. Ja. Die Abt RS6 die we ooit reden, dacht ik. Ja. Ik ook heel uitgesproken gaaf en zo. Maar qua vermogen dacht ik, het zal best iets meer hebben dan standaard. Maar het is niet een wereld van verschil. Nou, deze is op de bank geweest natuurlijk. Yeah. En daar ook daar valt wat van te zeggen, hoe je het meet en zo. Ja, tuurlijk. 425, 428 pk ongeveer. En iedereen lacht als je voorbij rijdt. Het is echt heel leuk. Ja, het klinkt gewoon geweldig. Ja. Het, sociaal, maar toch ook weer niet. Weet je, omdat je hoort gewoon dat het een bijzonder motorgeluid is. Ja, absoluut. Dat is natuurlijk, en als je hem in comfort zet, dan kan je gewoon heel relaxed rijden. Ja. Het is echt bizar. Ja, rij je vaak in comfort? Als ik lange stukken rijd, absoluut. Dan wel. Ja, deze dreun word je soms echt wel zat. Snap. Hoewel ik zelf ook altijd met een glimlach in de auto zit. Ja. 'S ochtends met een cold start. Ja. Allemaal buren wakker. Vindt ze leuk? Nou ja, niet allemaal. maar je gaat er tenminste niet door de week vroeg elke dag mee weg, toch? Vanochtend toevallig 7:15. Ja, oké. Okay. Ja, je moest ook hier. Ja, zo'n end was het gelukkig niet rijden, maar... Nee. Maar hij staat 9. Gewoon door de week zit hij stil. En
als ik in het weekend ga, is het 9 uur 's ochtends. Nou, dan vinden ze het allemaal prima. Ja. Maar ik heb ze allemaal een ritje meegenomen en ze vinden het allemaal leuk hoor. Ja. Nou, lekker. Dankjewel, man. Ik heb nog even een rotje om te rijden. We rijden het dorp weer in hier. Dat gaan we weer normaal doen. Een beetje herrie maken mag dan wel. Ja, het hoort erbij toch. Wil jij ook opgeven mijn auto? Doe URL hieronder, kan je intypen, opgeven. En dan, wie weet... Zet je dadelijk ook naast hem? Ja, precies. Ja, hoe is dat om je eigen auto ernaast? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat dus echt heel weinig doe, hè? Ja, nee, dat... Ja, I know. Ja, maar mijn vriendin heeft bijvoorbeeld al geen rijbewijs. Nou. Ja, maar niet anders. Maar nee, weet je wat ook eigenlijk nog... Ik heb hem nog nooit van buiten gehoord. Nee. Als hij langs scheurt, dat heb ik nog nooit gehoord. Apart, hè? Ja. Ja, ach. Het is wel leuker om in te rijden, toch? Ja, dat is ook waar. Dat is ook Nou, met die stichtelijke woorden sluiten we even af. Ik vind het ook leuk om in jullie auto's te rijden. Dus nou ja, URL hieronder, even knallen. Dankjewel voor het kijken en abonneren en weet ik wat allemaal. Ja, weet je allemaal wel. Dan kan Boas veel beter inspreken. Lijken, jatten wel. Ja, jatten zijn ze natuurlijk wel. Plakken we erin. Tot morgen. Tot morgen, ja, sorry. Ja, we hebben tegenwoordig wel iedere dag een video. Dus ja, zeker. Ja. Nu met deze video's erbij ook. Dat, we doen er veel op een dag. Dus, ja, ik begrijp het, ja. We zijn er weer druk mee. Nou, de mazzel.